Het is woensdag 15 juli. Welkom bij Rijnmond Nieuws. De nieuwe Botlekbrug heeft te maken met storingen. Laadpalen kunnen efficiënter worden gebruikt. En Feyenoord heeft een nieuwe middenvelder, Simon Gustafsson. En dan alvast het weer, Ed Aldus. Donderdag begint de dag nog met veel bewolking, maar in de loop van de dag zal de zon vanuit het zuiden steeds vaker tevoorschijn komen. Dus in de middag periode met zon zelfs, overal droog en temperaturen een stuk hoger dan de afgelopen tijd. Gemiddeld genomen in de regio zo'n 24 graden en staat maar weinig wind uit een veranderlijke richting. Graag tot straks. De Botlekbrug blijft komend weekend overdag gesloten voor de scheepvaart. En dat gebeurt omdat dan ook de Botlektunnel dichtgaat wegens werkzaamheden. Er waren de afgelopen dagen al grote frustraties bij automobilisten, omdat de nieuwe brug bepaald nog niet zorgt voor een snellere doorstroming van het verkeer. Erik de Neef gaat vannacht op vakantie met zijn gezin. Hij heeft de afgelopen dagen veel vastgestaan bij de Botlekbrug en hij hoopt dan ook maar dat het goed gaat. Ja, het is inderdaad met de nieuwe Botlekbrug even kijken of we niet gelijk al met een alternatieve route moeten beginnen. De afgelopen tijd heeft hij nog voor wat vertraging gezorgd in de omgeving. Kinderziektes zal je altijd hebben, maar ja, zoveel. In de eerste paar dagen staat hij of in storing of hij gaat open. En volgens mij was het de bedoeling dat hij minder open zou gaan. Veel mensen klaagden over de vertragingen bij de nieuwe Botlekbrug de afgelopen dagen. Zondag werd de brug feestelijk geopend, maar nog diezelfde avond was de eerste storing. En afgelopen nacht was het opnieuw raak. Dat heeft te maken met dat het een hele grote machine is eigenlijk, waar heel veel techniek in zit. En daaromheen zit dan de brug. En je weet altijd als je een grote machine in gebruik neemt, dat er nog kinderziektes kunnen optreden. Nou, dat bleek zondagavond iets te zijn met een slagboominstallatie. En vannacht met de veiligheidsvergrendeling van de brug als zodanig. En dan gaat hij ook in een veiligheidsprotocol, want als er iets geconstateerd wordt, wordt hij ook even op dat moment verder niet bediend. Komend weekend gaat ook de Botlektunnel dicht voor werkzaamheden. Rijkswaterstaat heeft besloten dat de brug dan overdag niet open gaat voor de scheepvaart om files zoveel mogelijk te voorkomen. Dus we hebben in ieder geval overdag een situatie dat ook de brug beschikbaar is en blijft voor het verkeer en 's nachts open een paar keer voor de scheepvaart. En daar zitten we ook met monteurs 24 uur per dag bij. Dus op het moment dat er een storing is die van de aard is die ik net zei, dan wordt snel opgespoord waar die zit en wordt die geholpen. Van de nieuwe brug is voorlopig alleen de rijbaan richting Rotterdam in gebruik. Als alles volgens plan verloopt, gaat de rijrichting naar de Maasvlakte eind van het jaar open. Boze Friezen en Drentenaren kwamen vandaag actie voeren in Vlaardingen. Het gaat om personeel van Brand Energy, een isolatiebedrijf dat gaat reorganiseren. Personeel kwam voor een lawaaiactie naar het hoofdkantoor. Discussiepunt is het sociale plan en de ontslagvergoeding. De directie en de vakbonden liggen mijlenver uit elkaar. Het personeel voelt zich behandeld als grof vuil en bood daarom symbolisch dit schilderij aan om het te illustreren. Na de lawaaiactie is het overleg met de directie weer hervat. Laadpalen voor elektrische auto's kunnen veel efficiënter gebruikt worden. In parkeergarages zetten elektrische rijders hun auto soms een hele dag aan de lader, houden de paal dus 8 uur bezet, terwijl de wagen binnen een aantal uur al is opgeladen. Parkeerassistenten kunnen ervoor zorgen dat meer automobilisten gebruik kunnen maken van de kostbare laadpalen, zo blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Kees Eriks rijdt bijna elke dag van Bergse Hoek naar zijn werk in Rotterdam. In een elektrische auto. Je hebt geen motorgeluid, alleen maar bandengeluid en windgeruis. Ik ben dat nu al een tijdje gewend en ik zou eigenlijk niet anders meer willen. Hij merkt dat steeds meer collega's wel elektrisch willen gaan rijden. Het is beter voor het milieu en het scheelt behoorlijk in de portemonnee. Ik denk dat je per maand netto 150 tot 200 euro kan besparen door in een auto te rijden met een stekker. Kees parkeert zijn auto altijd in een parkeergarage achter de boompjes. Nu is het zomervakantie en is het rustig bij de elektrische oplaadpalen. Maar dat is wel eens anders. Normaal gesproken staat het helemaal vol. Dan hebben we ook een soort stekkerclub dat we elkaar kunnen bellen om de auto's te kunnen wisselen. Ja, een stekkerclub voor werknemers met een elektrische auto om af te stemmen wie wanneer de lader mag gebruiken. Een leuk idee, maar het blijkt niet te werken. Ik heb onderzoek gedaan hoe lang dat nou precies duurt. Nou, je komt ongeveer uit op 6,5 minuut minimaal om die auto te gaan verplaatsen. Als je dat elke dag moet doen en als je ziet hoe vaak dat gedaan moet worden, is dat een ongelofelijke verlies in productiviteit. En daarnaast wil men elkaar ook niet storen.
drie studenten van de Erasmus Universiteit onderzochten hoe het probleem van te weinig oplaadpalen kan worden opgelost. Extra palen plaatsen is erg kostbaar. De oplossing? Lever je autosleutels in bij een speciale parkeerassistent, ook wel valet charger genoemd. Die valet charger regelt of manage de rest van de dag die auto, zorgt dat in ieder geval de batterij vol is. Aan het eind van de dag hou je sleutel weer op dezelfde plek op en is je batterij volgeladen. Het is eigenlijk een hele logische oplossing eigenlijk. Hè? Eigenlijk wel, maar niemand heeft er nog aan gedacht, maar het is eigenlijk heel simpel. Het bedrijf van Kees Eriks, netbeheerder Stedin en de gemeente Rotterdam zijn wel gecharmeerd van het idee. En gaan bekijken of een parkeerassistent kan worden aangenomen. Ondanks het hachelijke avontuur maken ze het goed. De 13 honden die aan een boom werden vastgebonden. Dat zometeen, maar eerst, het is straks weer mogelijk om Streefkerk van grote hoogte te bekijken. De historische toren van die plaats wordt namelijk onder handen genomen. De toren was lange tijd verboden terrein omdat het te gevaarlijk was om naar boven te klimmen. Maar de restauratie is in volle gang. Ik klim nu naar boven, naar de trans van de toren. Dat is niet mijn hobby en officieel mag het ook niet vanwege de arbo. Trappies en stijl. En ik heb een beetje last van hoogtevrees en het ergste trapje moet nog komen. Maar we gaan ons best doen. Het beklimmen van de toren is nu nog op eigen risico. Maar het is het wel waard. Het helder weer kun je heel ver kijken. Dan zie je Dordrecht, de Dordtse Dom. Je ziet Rotterdam, de Erasmusbrug. Je kijkt over de Lek, je kijkt over de polder. Het is gewoon prachtig. En het is de bedoeling dat straks iedereen weer van het uitzicht kan genieten. Er worden extra leuningen geplaatst. Er worden hekjes geplaatst om bordessen. Dat is nog niet helemaal afgerond, maar dat wordt wel deze week nog uitgevoerd, zodat het inderdaad weer veilig is om naar boven te gaan. Deze toren heeft al een lange geschiedenis van ruim 500 jaar. Die in 1495 gebouwd is, als Rooms-Katholieke kerk uiteraard. Totdat in 1574 de priester of de pastoor van Streefkerk, Willem Jans, overging naar het protestantisme en zijn hele gemeente meenam. Dus vanaf dat moment is het de protestantse kerk. Deze restauratie is niet de eerste. De toren is al meerdere keren door brand verwoest. Ze is drie keer afgebrand. Begon in 1575 de eerste keer. Tweede keer in 1647 ook weer. En in 1914, dus ruim 100 jaar geleden, is die toch weer volledig afgebrand. Alleen de stenen muren stonden nog overeind. En als de restauratie straks voltooid is, hebben de Streefkerkers niet alleen hun uitzicht en klokken terug, ook een lokale traditie. Wij zijn gewend in Streefkerk om vier vlaggen uit te steken vanuit het open gedeelte van de lantaarn op de toren. En dat kon dus niet meer. En ook dat wordt weer gerealiseerd, dat de opgang weer veilig wordt en dat er dus weer vier vlaggen uitgestoken kunnen worden op de hoogtijdagen. En daar zijn we heel blij mee. En voor het sportnieuws staat op de redactie Sinclair Bisschop. Sinclair, Jordi Klaassen die vertrekt bij Feyenoord, maar er is al een nieuwe middenvelder. Ja, want Simon Gustafsson speelt de komende vier jaar voor Feyenoord. Is een linker middenvelder uit Zweden, maar niet direct is hij gehaald als vervanger van Jordi Klaassen. Want Jordi Klaassen is een controlerende middenvelder en daar haalde Feyenoord eerder al Marco Wijnovic voor. En na Wijnovic en Kuyt is die Simon Gustafsson nu dus de derde nieuwe aanwinst. Gustafsson arriveerde vanochtend rond 10 uur in de Kuip en kost Feyenoord naar verluid zo'n 1,5 miljoen euro. De Zweedse middenvelder komt over van BK Häcken en werd, ondanks dat hij bijna niet in actie kwam, afgelopen maand Europees kampioen met Zweden onder de 21. Terwijl Gustafsson vanochtend zijn laatste formaliteiten rondmaakte met Feyenoord, ging de selectie van Giovanni van Bronckhorst trainen. Lex Immers, die in de belangstelling staat van Watford, ontbrak. Maar waar veel fans dachten dat hij misschien al in Londen zat, moest hij net als Wijnovic, Toornstra, Kazim, Boetius en ook nog Congolo en Van Beek binnen wat conditionele tests afleggen. Klaasie ontbrak logischerwijs wel, omdat hij in Engeland is om zijn transfer naar Southampton af te ronden. Het zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk, maar ik denk dat we een mooie prijs vangen met 15 miljoen. Is het geen aanbelating voor Feyenoord? Nee, denk het niet. Ik denk dat zijn opvolgers goed genoeg zijn. Feyenoord zal niet zwakker worden. En ik denk dat we die 15 miljoen goed kunnen gebruiken om te herinvesteren. Ja, tuurlijk is het een aderlating. Je zal hem op het middenveld zeer zeker missen. Gustafsson, de Zweed, zie ik zojuist arriveren in de Kuip. Denk je daarbij? Nee, geen flauw idee. Ik hoor last vanmorgen wel dat ze lovend over hem zijn. Dus zoals altijd bij Feyenoord, verwachtingen zullen wel weer hoog zijn. Jong en ondernemend misschien, hè? Je weet niet wat dit gaat bieden, dus laten we afwachten.
Ja, in Zweden is het een groot talent, een goede voetballer. Oké, nou, dat biedt perspectieven toch? Morgen traint Gustafsson voor het eerst mee en hou morgen het nieuws en ook de radio en internet in de gaten, want wij hebben morgen een interviewafspraak met hem. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Sinclair Bisschop. En de dierenbescherming heeft afgelopen maandag in Rotterdam-Ommoord 13 honden opgevangen. De honden, waaronder 10 pups, waren vastgebonden aan een boom aan de Einsteinplaats. De dieren werden gevonden door buurtbewoners. In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de dierenbescherming een telefoontje binnen. 3 honden zouden zijn vastgebonden aan een boom in Rotterdam-Ommoord. Maar bij aankomst bleek dat er naast die 3 honden nog 10 pups lagen. Bij aankomst in het asiel bleek het met de meeste honden redelijk goed te gaan, al was vooral de moeder van de pups ernstig verzwakt. De moederhond die is toch wel redelijk zwak. Maar goed, dat kan komen door de 10 puppies die de hond moet voeden. Het kan ook zijn dat hij onvoldoende voer heeft gehad. Want als je 10 puppies moet voeden, ja, dat kost je aardig wat kracht. En dan moet je aardig wat bijvoer krijgen. En we denken niet dat dat is gebeurd. De pups hebben het overleefd, omdat omstanders de diertjes hebben warm gehouden. Verrassend genoeg stond ook de eigenaresse van de hond tussen het publiek. En volgens haar was het vastbinden van de hond een actie van haar ex-man. De eigenaresse stond er ook tussen en toen bleek dat het toch wel in een relationele sfeer was. De ex van die mevrouw die had gemeend om al die honden maar in de auto te dumpen en vervolgens voor de flat aan de Einsteinplaats neer te gooien. Zo van, bekijk het maar, deze zijn van jou en wees er gelukkig mee. De eigenaresse heeft intussen afstand gedaan van de honden. Voor de dieren wordt, zodra ze hersteld zijn, een nieuwe baas gezocht. Binnenkort wordt de moederhond met de puppy's naar een pleeggezin gebracht. Wordt natuurlijk eerst even onderzocht door de dierenarts. En de puppy's worden ook behandeld. En het pleeggezin heeft de eer om ze goed te gaan begeleiden. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. En nog een mooie dag verder.